Hoi allemaal! Vandaag wil ik iets anders doen dan normaal. Ik wil het namelijk hebben over parfum. Mijn favoriete parfums, of eigenlijk ja, de meeste, mijn parfumcollectie, min een klein beetje. Maar dat leek me ook wel eens leuk. Ik ben hopeloos in het omschrijven van geur, dus ik heb de geuromschrijvingen weer bij. Maar ik hou wel heel erg van parfum. Dus het leek me wel heel leuk om het er een keer over te hebben, omdat ik dat gewoon eigenlijk nog nooit heb gedaan. Te beginnen met mijn, eigenlijk mijn all-time favorite parfum. Dit is denk ik mijn signature geur. En dat is Romance van Ralph Lauren. En een heel onbekend parfum. Tot vorig jaar is hij volgens mij ook nog nooit in de aanbieding geweest. Tegenwoordig is hij wel eens in de aanbieding. Maar dus, nou, hij was zelfs in de aanbieding, maar wat er nooit was is zo'n pakket. Weet je wel, dat je dus een body lotion of zo erbij krijgt. Dat was echt nooit. Maar nu hebben ze ook Midnight Romance gedaan. Dat is een iets zwaardere avondgeur, zeg maar. En sindsdien ja, bestaat deze eigenlijk ook weer meer, zeg maar. Maar goed, ik heb dit al na 10 jaar, denk ik. Is dit mijn parfum? Dit is eentje die altijd, die staat altijd. Het maakt niet uit welk seizoen. Ik gebruik hem altijd. Het maakt niet uit. Ik heb zodra die op is, heb ik... moet ik een nieuwe hebben, zeg maar. Nou, deze is ook alweer redelijk nou ja, op aan het raken. En ja, dit is ja, dit is gewoon, dit ruikt naar mij, zeg maar, vind ik. Ik zal even, ik heb, je hebt zo'n site en dat heet, even kijken, het heet fragrantia.nl. En daar beschrijven ze geuren heel goed. Dus ik heb de meeste daar even opgezocht, want ik heb het ook wel bijvoorbeeld... de site van een parfumerie of zo gedaan, maar het is toch anders. Hier zet ze heel erg welke noten erin zitten en zo. Nou, dit is bloemig. Sowieso, mijn meeste parfums zijn in ieder geval bloemig. Hier staat vooral bloemig en een beetje fris-kruidig. En dan komt daarna een keer houtachtig en muskus. En dan muskachtig en dan witte bloemen. Romance van Ralph Lauren is een bloemige, fruitige geur. Nou, hij is uit 98. Nou, ik denk dat ik hem niet heel veel later dan dat in mijn bezit had. En topnoten zijn gember, kamille, citroen, gele freesia en roos. Nou, al die geuren apart zou ik echt denken, niet per se helemaal mijn geur. Maar goed, we gaan vrolijk door. De hardnoten zijn lelie, anjer, wit viooltje en lotus. En de basisnoten zijn exotische houtsoorten, patchouli, eikenmos en white musk. Echt waar, als je dit aan mij zou voorlezen, zou ik dit parfum nooit kopen. Maar toch is het mijn all-time favorite geur. Ik vind hem heel lekker zoet en bloemig, maar niet te zoet. Hij is ook nogal fris. Hij is, nou ja, het is echt een romantische geur, hence the name. Ja, ik vind het echt, dit is samen met nog een ander is dit echt mijn... favoriete parfum. De tweede is namelijk een wat nieuwere favoriet. En dat is, nou, die is ook bijna op. Maar daar heb ik alweer een nieuwe fles van staan. Dit is van Lancôme La Vie Est Belle. Ik vind sowieso het flesje echt met die twee vleugels. Die vind ik echt prachtig. Overigens is dat Romance flesje veel prachtiger mee te nemen. En dit is ook bloem. Maar dit is vooral echt een zoete geur. En ik ben meer van zoetig dan, of meer van bloemig dan van zoetig. Maar deze vind ik wel echt heel lekker. En dit is echt eentje waar Sven mee aankwam. Sven die zei dat volgens mij een collega of zo van hem had. Hij had gevraagd van, joh, wat draag jij? En dat was deze. En hij vond hem super lekker. En hij zei, Karine, dit is helemaal jouw geur. Ga ervoor. En hij had wel gelijk. Ik ga even kijken wat ze daar ook weer over zeiden. Nou, dit is inderdaad vooral zoet. Zoet, vanille, fruitig, poederig, patchouli. Poederig is ook zoet. En poederig vind ik echt lekker ook om te ruiken. Hier staat een bloemige, fruitige, nou daar ben ik het dus mee eens, bloemige, fruitige gourmandgeur. Nou, uit 2012. Topnoten zijn zwarte bes en peer. Hardnoten iris, jasmijn en oranje bloesem. Basisnoten zijn patchouli, tonka, boon, vanille en praliné vulling. En deze is dus echt wat zoeter. Ik ben dus zelf heel slecht in het omschrijven, maar deze vind ik wat sensueler. Die andere is wat meer liefelijk romantisch en deze is wat meer sensueel romantisch, zeg maar. Maar het is niet een hele zware geur, zo van die kan ik echt alleen maar 's avonds. Ik heb hem... Heb ik hem nu ook op? Ik weet niet meer welke. Heb ik nou...
Oh nee, ik weet al waar ik op heb. Die komt straks. Maar deze heb ik ook meerdere keren per week op. En nou, deze heb ik dus alweer een nieuwe van gekocht. En deze zijn gelukkig heel vaak in de aanbieding. En diegene die ik nu heb is ook uit de aanbieding. Maar ja, nee, ik vind het een heel lekker luchtje. Dan een wat meer low budget. Eigenlijk heb ik een paar low budget. Laten we daar eens mee. Dat is Zara Woman en dit is Apple Juice. En die heb ik nog niet opgezocht trouwens. Dat zal ik even doen. Maar Zara heeft heel veel parfums. En ooit vertelde... Ik zit nou heel erg te denken wie dat was. Nou, een YouTuber vertelde dat Zara Apple Juice, dat was een hele goede dupe was voor... Ik weet niet meer welke YouTuber het was, maar die vertelde dat een dupe was van... Nou, daar ga ik nog op komen. In ieder geval een dupe was van een heel bekend parfum, wat ik altijd al een keer wilde proberen. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon deze proberen. En er staat Zara Apple Juice is een bloemig fruitige geur met topnoten appel en grapefruit, hartnoot is roos en baasnoot is muskus. Wel grappig, want hier hoor je dus direct aan dat, zeg maar, hoe goedkoper de geur, hoe minder erin zit vaak. Dus hè, hier zitten veel minder noten in, zeg maar, dan in bijvoorbeeld romance die ik voorlas. Dit is dus fruitig, fris, citrus, groen, roos, muskus. En dat is, het is echt wel een fruitig parfum, maar er zit ook echt nog wel iets zoeters in en een beetje schattig. En ik vind het echt een heerlijk parfum, bijvoorbeeld voor als ik ga sporten en ik gewoon nog even een frisse oppepper wil voordat ik ga. Weet je, dat je denkt van ik wil niet helemaal zo ruiken. Nou ruik ik eigenlijk nooit zo, maar toch. Of als je gewoon lekker zonnige dag en dan eventjes dit sprayen, vind ik echt, nou ja, ik heb er best wel veel van gebruikt, maar je doet er best wel lang mee. En dit is, even kijken, is dit een, ja, dit is een eau de toilette. Dus dit is geen parfum, waardoor die wel wat sneller vervliegt. Maar echt wel een heerlijk fris geurtje. Heel anders dan de andere twee. Dan ga ik weer even door naar een wat duurdere. Dit is eentje die ik jaren en jaren heb gehad. Dit is J'adore van Dior. En dit is echt wel echt een zware geur. Deze is nu net op. Nou ja, bijna helemaal op. Er komt niet heel veel meer uit. Dus ik moet nog even gaan kijken of ik die ook weer opnieuw ga kopen. Of dat ik daar even mee wacht. Omdat ik hem al zo vaak heb gehad. Even kijken wat ze daarover zeiden. Bloemig, fruitig, witte bloemen, zoet en aquatisch. Aquatisch. En topnoten zijn magnolia, meloen, persik, peer, bergamo, mandarijn. Hartnoten zijn tuberoos, pruim, viooltje, orchidee, freesia, jasmijn, lelietje, vandalen... En roos en baasnoot zijn muskus, vanille, ceder en bramen. En dit is ook een of ander Best National Hupplepup Parfum Award ding. Maar ja, dit is een hele bekende reclame. Maar met Charlize Theron die onder een draad of zo'n doek hangt. Maar goed, deze heb ik echt al. Dit doet me ook echt denken aan als ik vroeger ging stappen of zo. En het is best wel, het is echt wel een zwaar parfum. Het is niet een... Ik had hem toen en ik was wel vrij jong. Het is eigenlijk een iets volwassener parfum. Maar ik vind hem echt heel lekker. Een vriendin van mij had hem ook. En bij haar rookt hij ook weer heel anders. En dat is sowieso natuurlijk met parfum. Parfum ruikt bij iedereen anders. Als mijn moeder en ik een parfum opdoen, ruikt het bij haar gegarandeerd heel anders dan bij mij. Dus dat is wel grappig. Mijn moeder en ik hebben trouwens totaal niet dezelfde parfumsmaak. Maar dat is deze. Dan een zelfgemaakt parfum. En dat was een tip van... Dat zag ik staan op in een artikel van Serena Verbon van Beauty Lab. En zij heeft de Molecule One parfum nagemaakt. En deze heb ik dus op vandaag. En dit is heel simpel zelf te maken. Als je daar benieuwd naar bent, ik zal als ik eraan denk even haar artikel hieronder plaatsen. Maar het is in ieder geval als je Beauty Lab en dan Molecule One intypt, dan kom je er. En ik heb deze ook voor mijn moeder gemaakt. En het is een heel... Weer een heel ander parfum. Het is iets... Het is niet heel zoet. Het is iets warmer. Het is iets muskuser. Dus het is wel zoet. Maar het is niet zo bloemig. Je kunt ook heel leuk, zeg maar, laagjes mee maken. Zeg maar. Dus een laagje van dit en dan een ander parfum. En dan krijgt het net een iets meer, ja, diepte, zeg maar. En zeg maar, dit heb ik gemaakt voor €15 uit mijn hoofd. Dan een gouden ouwe is Miss Dior.
En dat flesje vind ik zo leuk met dat strikje. En daar wilde ik hem vooral even laten zien. Hij is al een tijdje op. Ook van Dior. Een beetje hetzelfde idee als Chador, maar dan veel frisser, lichter, bloemiger. Gewoon ook een heel lekker geurtje voor overdag. Een heel makkelijk geurtje. Dan weer een goedkopere. En dat is Zara Night. En dat is deze. En ik vind het wel grappig. Dat is ook die Zara parfums. Ook op de Parfumania staan. Even kijken, had ik hem hier? Ja. Dit is vanille, roos, bloemig, poederig, fris. Een Oriëntaalse bloemiger. Ja. En er zitten roos in, poederroos, vanille en bergamo. En dit is dus echt weer een wat zwaarder parfum voor de avond. Ik vind dit een hele zwoele geur. Voor een mooie zomeravond of zoiets. En ik vind het flesje best wel grappig gedaan. Het is gewoon plastic, maar het maakt het toch net eventjes wat bijzonderder. Ik zag deze per toeval staan. En eigenlijk ben ik sindsdien, ga ik vaker snuffelen aan Zara parfums. Dit is wel dus een parfum, geen eau de toilette. Dus deze blijft best wel lang hangen. Je hebt hier ook niet heel veel van nodig. En het is gewoon een heel leuk parfumetje voor erbij. Dus als je op zoek bent naar een low budget parfum, ga zeker een keer bij Zara kijken. Of bij Pull&Bear. Daar heb ik mijn nieuwste parfum gevonden. Dat is deze. Dit is Paris. Dat is een eau de toilette. En die doet echt denken aan een wandelingetje in Parijs. Ik kon er geen beschrijving van vinden. En ik ben dus zelf waardeloos in het beschrijven. Zoals je inmiddels met dit filmpje ook denk ik wel hebt gezien. Maar het is een heel fruitig, bloemig geurtje. Je hebt ook een LA volgens mij en een New York. En wat ik vooral heel erg leuk vond, is dat dit een super klein handig flesje is om mee te nemen. We gaan nu net iets vaker slapen ergens anders met of zonder Niels. En dan is dit gewoon ideaal om mee te nemen. We gaan binnenkort naar Milaan met z'n tweetjes. Nou ja, dan kan dit gewoon in mijn handbagage. Super leuk, handig geurtje. En als laatste, dit is Bos Mavi van de reclame van Gwyneth Paltrow. Weer een heel ander geurtje. Ik ga even de beschrijving erbij pakken, want dit is natuurlijk weer dramatisch. En ik vind deze verpakking ook heel mooi. Dus ik werd eigenlijk een beetje verliefd op de verpakking. Het is namelijk heel strak, maar ook heel vrouwelijk. Houtachtig, bloemig, groen, roos en witte bloemen. En dit is de topnoot is cactusbloem. En dan roos, hardnoten, roos, freesia, jasmijn en roos. Basisnoten, ceder en houtnoten. Nou ja, er zitten natuurlijk wel gelijkenissen in met andere parfums. Maar ik vind het wel, dit is echt een beetje, ja weet je, dit draag ik vaak naar mijn werk. Dit draag ik niet zo vaak in het weekend, maar vaak juist naar mijn werk. Ik vind het een beetje een vrouwelijke nette geur of zoiets. Het is zeker niet mijn favoriet van alle parfums, maar ik vind hem wel juist iets anders, zeg maar, dan wat ik heel vaak draag. En daardoor voel ik me dan ook een soort van, ja, het is een beetje zo'n zakenvrouwengeur. Dat was volgens mij helemaal niet het idee van de reclame, maar zo voel ik me ermee. En ik vind, nou, wat ik al zei, ik vind het flesje heel mooi. Als je het hebt over flesjes, is dit wel echt, samen met Lancôme, zijn dit gewoon mijn favoriete flesjes. En dit zijn eigenlijk de meeste van de parfums die ik heb. En ja, ik dacht weer eens wat anders. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete parfum is. Wat is jouw signature geur? En heb je ook bijvoorbeeld geur waar je aan een bepaald moment wordt herinnerd of zo? Ik heb dat ook heel erg. Geuren doen je, wekken herinneringen op. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw favoriete parfum. En ik ben ook heel benieuwd, hou je meer van fris of van zoet? Of van bloemig, of van juist van zwaar en super vrouwelijk, en of juist sportief. Laat het me weten, ik ben heel benieuwd. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En als je het leuk vindt, zou ik het super vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal, Blondie Beauty Fashion. Hier aan het eind van het filmpje op abonneren te klikken of hieronder. En nogmaals, super bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg! Ik ben blij dat we dat wel gewoon heel consistent hebben gedaan en dat het blijkbaar zijn vruchten af heeft geworpen.